Het is donderdag 18 maart. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Pieter Winsemius wordt politiek verkenner in Rotterdam. Stille tocht voor Millie Boele gaat morgenavond definitief door. En het is lente, maar voor hoe lang? En morgen is het namelijk helaas minder mooi dan vandaag. De vrijdag begint met een beetje regen. Daarna droog, in de middag mogelijk af en toe een beetje zon. En 's avonds volgt veel meer regen met temperaturen tussen 11 en 14 graden. Oud-minister en VVD'er Pieter Winsemius wordt de politiek verkenner in Rotterdam. Hij gaat onderzoeken welke partijen een coalitie kunnen vormen in de stad. Dat bevestigen bronnen in het stadhuis. Winsemius wordt waarschijnlijk morgen gepresenteerd. De PvdA, die als grootste partij in de verkiezingen eindigde, wilde eerst zelf een coalitie samenstellen. Maar heeft nu dus ingestemd met een verkenner. De Partij van de Arbeid heeft Leefbaar Rotterdam eerder uitgesloten als coalitiepartner. Maar verschillende partijen vinden dat de twee grootste fracties in de raad toch moeten proberen om samen te werken. Winsemius zal naar verwachting een week tot 10 dagen nodig hebben om zijn klus te klaren. Dan moet duidelijk worden welke partijen met elkaar willen onderhandelen over een college van BMW. De Partij van de Arbeid is natuurlijk wel blij. Winsemius is een man van de VVD, geen man van de PvdA. En dat kan een voordeel zijn, want dan zou geen van de partijen hier in het Rotterdamse stadhuis een probleem met zijn voordracht kunnen hebben. De opdracht die Winsemius meekrijgt is heel breed. Hij moet gaan kijken welke combinaties er mogelijk zijn om tot een nieuw college te kunnen komen. Ik vroeg aan de Partij van de Arbeid, betekent dat nou automatisch dat er alsnog samengewerkt kan gaan worden tussen Leefbaar Rotterdam en de Partij van de Arbeid? Daar kwam al gelijk een maar om de hoek. Er is toch te veel gebeurd in het verleden dat toch wel heel moeilijk zal worden om Leefbaar Rotterdam en Partij van de Arbeid in een nieuw college samen te krijgen. Vandaag is in een bijzondere vergadering afscheid genomen van de oude raad. Maar liefst 22 raadsleden komen niet meer terug. Onder hen ook Metin Selik, het langzittende raadslid. Hij blikte terug op de afgelopen periode. Denkt u eens aan het elektronisch kinddossier. De vertrouwensbreuk binnen het CDA. Het vertrek van de VVD uit het college. Het museumparkgarage en het rapport van de enquêtecommissie. Afscheid van onze burgemeester Ivo Opstelten, vervolgens de installatie van onze huidige burgemeester, Hoek van Holland en alles wat daarmee te maken heeft. Het meisje Jessica, ook wel het Maasmeisje genoemd. Datzelfde geldt voor baby Thalisa. Trieste gebeurtenissen waar Politiek Rotterdam een uitgesproken mening over had. Gisteravond de oude raad gestopt, vandaag afscheid en morgen dus hard aan het werk voor een nieuw college. Er komt definitief een stille tocht morgen in Dordrecht voor Millie Boele. De stille tocht begint morgenavond om 7 uur bij sportcomplex Schenkeldijk en eindigt op het Lunenburgplein. Ondertussen keert de rust langzaam terug in de Schuilenburg, de straat waar Millie woonde. Maar wat blijft is ongeloof, woede en verdriet om haar dood. Politie is er bijna niet meer in de omgeving van de woning van Millie's familie. Ook de satellietwagens voor live tv-uitzendingen zijn verdwenen. Wat blijft zijn de mensen die even bij de herdenkingsplek langskomen of een bloemetje neerleggen. Volwassenen, jongeren en kinderen. En ik mocht van mijn moeder ook niet alleen naar school, toen ze nog niet wist wie het had gedaan. En toen bracht ze me naar school omdat ze was bang dat er anders wat zou gebeuren. Iedereen was ook heel erg bang en ik moest ook zelf ook ik mocht voor niemand de deuren openen, behalve mijn broers. Wat mij trof, dat een van onze kleindochters al vrij snel, die dag nadat het bekend was geworden, aan haar moeder vroeg van, mama, dus nu mag ik ook de deur niet meer open doen voor mijn buurman. Dat greep toch diep in ook bij mij. Vlak bij de woning van Millie's familie ligt de ontmoetingskerk. De familie komt hier ook. De kerk doet sinds gisteren dienst als ontmoetingsplek. Mensen kunnen een condoleanceregister tekenen, met iemand praten of gewoon even alleen zijn. Het gebeurt altijd en overal, maar nu zo gigantisch dichtbij, bij in de straat. Ik had zoiets van, ja, ik wil nu toch ook gewoon iets doen. Ook al stelt het natuurlijk helemaal niks voor, want het verdriet wat die mensen nu hebben, dat
is denk ik ontzettend bizar. Die komen daar nooit overheen. Wat die mensen meemaken is zo verschrikkelijk. Ja, daar word je al helemaal koud van als je eraan denkt. En die mensen die maken het mee. Naast deze mogelijkheden om het verdriet een plekje te geven, zal er morgenavond een stille tocht worden gehouden. In de wijk Sterrenburg, aan het eind van de stille tocht, zal de burgemeester ook een korte toespraak houden. De route? De route is te vinden op de website www.dordrecht.nl. En het is een allerlei initiatiefnemers zijn samengekomen. Ja, gelukkig. Het was sprake van een aantal initiatieven. Op zich natuurlijk hartverwarmend dat er zoveel mensen iets ook willen betekenen. Maar het zou natuurlijk wat vreemd zijn als we verschillende stille tochten houden. En gelukkig zijn de mensen gewoon bij elkaar gekomen en is er nu één stille tocht. De politie heeft een verdachte aangehouden voor een moord aan de Rotterdamse Klaas de Vrieselaan in 2008. Het gaat om een 40-jarige Nederlandse man. Hij werd aangehouden op Schiphol. De 42-jarige José Sanchez werd ruim 2 jaar geleden in de deuropening van zijn woning in Rotterdam-West doodgeschoten. Dat gebeurde 's ochtends vroeg toen hij naar zijn werk wilde gaan. Het is lange tijd een raadsel geweest waarom Sanchez vermoord werd. De politie heeft vaak de hulp van burgers ingeroepen. Zo werden flyers uitgedeeld en zijn verschillende getuigenoproepen gedaan. In totaal zijn ruim 250 getuigen gehoord in deze zaak. De politie vermoedt nu dat José Sanchez is vermoord na een ruzie over drugs. Wie rijdt er mee met tramlijn 11? 3 weken na de herintroductie van de tram in de Rotterdamse wijk Blijdorp lijkt de conclusie te moeten zijn: bijna niemand. De voertuigen die hun dagelijkse rondjes rijden door de wijk trekken nauwelijks reizigers en zijn vaak zelfs helemaal leeg, zo constateerde RTV Rijnmond. De tram rijdt een jaar lang op proef, maar nu al dreigt die proef op een mislukking uit te draaien. De relatief kleine wijk Blijdorp is ruim bedeeld met openbaar vervoer. Vanaf het Centraal Station is er elke 10 minuten lijn 33 van en naar Overschie en lijn 44 via de Diergaarde richting Dijkzicht. Minder frequent is er lijn 40 richting Delft en lijn 49 naar Station Noord. Sinds 3 weken rijdt ook tramlijn 11, elke 10 minuten. En dat lijkt te veel van het goede. Waar de bussen in meer of mindere mate nog reizigers trekken, kan dat van een nieuwe tramlijn nauwelijks worden gezegd. Goed, af en toe een paar scholieren of wat ouderen, maar medewerkers van RTV Rijnmond hebben de trams de afgelopen weken op onregelmatige tijden in de gaten gehouden en zagen vooral lege voertuigen. Lijn 11 werd 3 weken geleden feestelijk in gebruik genomen, nadat buurtbewoners daar jarenlang voor hadden gelobbyd. Buurtbewoners die treurden om het feit dat de Blijdorptram, vroeger lijn 3, in 2004 was opgeheven. Maar de vraag rijst hoe groot die groep treurende buurtbewoners eigenlijk was. Van de ene kant blij dat er is, want nu kunnen we bijvoorbeeld naar Bas van Heide boodschappen gaan doen. Terwijl we anders op de plus aangewezen zijn. Dus wat dat betreft, ik loop met een stokje, dus voor mij is het wel ideaal, maar het is zo tijdelijk. Ik rij elke dag met de tram 11, via de Blijdorp. Ik woon bij Blijdorp, dus ik ga bijna elke dag met de tram. Het is een rondje over de Stadhoudersweg en de Schieweg en dan gaat hij weer naar Blijdorp toe. Helemaal niet naar het centrum zo toe, zoals vroeger. Ik maak er ook gebruik van. Ja. Ja, wij allemaal. Als hij rechtstreeks naar het centrum zou gaan, zou je dan vaker instappen? Nee. Dan pak ik bus 33. Het is overduidelijk dat dit gewoon een verkiezingsstuntje is geweest. En eind van het jaar houdt hij gewoon op. Alle mensen die wij deze week spreken zijn blij dat de tram er weer is. Want ondanks die 4 buslijnen vinden ze dat Blijdorp maar karig bedeeld is met openbaar vervoer. Maar als iedereen zo blij is met die tram, waarom zit er dan niemand in? De Stadsregio Rotterdam is de instantie die zich heeft laten overhalen om bijna 1 miljoen euro te steken in lijn 11, die in elk geval een jaar lang op proef rijdt. De vraag is of dat geen weggegooid geld zou blijken. Lijn 3 is tenslotte niet voor niks opgeheven in 2004. Daar zat ook al bijna niemand in. En de Stadsregio laat in een reactie weten dat het besluit over de tram is genomen op verzoek van de meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad. Als aan het eind van de proefperiode inderdaad blijkt dat er te weinig mensen gebruik maken, dan verdwijnt lijn 11 weer. Een van de markantste gebouwen in de Botlek wordt gesloopt. Het gaat om de 50 jaar oude Maassilo. In het gebouw werd tot voor kort graan opgeslagen. Maar eigenaar Botlek Tank Terminal stopt daarmee omdat het niet meer rendabel is. En dus moet het gebouw verdwijnen. Met de sloop is inmiddels begonnen. Voor wie over de A15 of de Montrealweg richting Rozenburg rijdt, was het altijd een blikvanger. De Maassilo. In 1960 gebouwd voor de opslag van graan. De een vindt het foei lelijk, de ander vindt het heel erg mooi. Maar het is in 1960 gebouwd voor de graanelevatormaatschappij.
En in die tijd gingen er miljoenen tonnen graan werd er geëxporteerd door de silo heen. Maar in de loop van de jaren is dat aldoor minder geworden. De sloop van de silo is een zorgvuldig karwei. Door de complexiteit van het gebouw kan het niet worden opgeblazen. Daarom wordt de silo door een rupskraan opgeknipt. Voordeel is dat het sloopmateriaal direct gescheiden kan worden. Het beton wordt dan bijvoorbeeld weer hergebruikt voor de aanleg van wegen. Waarom wordt het gesloopt? Om plaats te maken voor een tankopslagbedrijf. Een zogenaamde tankterminal voor mineralen olie en voor eetbare olieproducten. Want dat is een stuk winstgevender. De sloop van de Maassilo moet voor de zomervakantie zijn afgerond. Gaat het deze keer wel lukken? Aan Erik zal het in ieder geval niet liggen, maar Olinka houdt de boot nog even af. Diergaarde Blijdorp wil dolgraag kleine ijsbeertjes, maar dat lukte niet met ijsbeerin Tania. En daarom kan Olinka speciaal over vanuit Wenen. Want goede kans dat het dit keer beter gaat. Erik en Olinka hebben namelijk een paar jaar geleden al 2 kleintjes gekregen. Of ze elkaar nog herkennen is maar de vraag. Van een warm weer zien is in ieder geval geen sprake. Voortdurend loopt Erik om een wat grommende Olinka heen, in de hoop dat ze toestemming geeft. Want zo gaat het bij ijsberen. Het mannetje mag pas als zij het goed vindt. En een ijsberin gaat niet over 1 nacht ijs. Ze bouwt liever eerst wat spanning op. Gisteren zijn Erik en Olinka samengegaan. En toen vonden ze elkaar wel aardig, maar er was nog geen liefde in het spel of zo. En vandaag is er al iets meer aan de hand. Erik die wil wel, Olinka die wil nog niet. Die is er nog niet helemaal klaar voor. Dus ze zijn een beetje met het voorspel bezig, zeg maar. Hoe lang kan dat nog duren? Ja, dat kan een paar dagen duren, maar het kan ook ineens vandaag raak zijn. En als het raak is het gelijk goed raak? Als het raak is, dan zijn ze er ook de hele dag zoet mee. Aan Erik zal het in elk geval niet liggen. Hij is ervaren. Al eerder verwekte hij 2 kleintjes bij Olinka. En vorig jaar dekte hij in Diergaarde Blijdorp het vrouwtje Tania. Maar dat leidde niet tot kleintjes. Mocht het deze keer wel lukken, dan is het wel lang wachten op resultaat. Al duurt de zwangerschap zelf maar 6 weken. Als ze inderdaad drachtig wordt, dan wordt eerst wordt die samensmelting bewaard. En dan pas in november, als ze in winterrust gaat, dan gaat het jong zich echt ontwikkelen. En dan worden de jongen ook geboren, dus als de moeder zelf slaapt. De winterslaap van Tania werd via de webcam massaal door het publiek gevolgd. Toen teleurgesteld dat er geen kleintjes waren, is er nu de hoop voor dit stel. Heel erg leuk, ja. Heel spannend. Maar eigenlijk gebeurt er weinig. Ja, nog wel, hè. Gebeurt er nou maar wat? Dat is voor ons wel leuk om te zien natuurlijk. Als er wat gebeurt, schijnt het wel een dag door te gaan. Oh, dan blijven we hier staan gewoon. Dat maakt niet uit. Overigens gaat de liefde van een man nog altijd door de maag. Want zodra er wat te eten wordt gegeven, dan heeft Erik meer oog voor een lekker visje dan voor Olinka. U weet dat Olinka met mooi weer ook wel wat meer zin heeft. Bij een versluierd zonnetje werd het vandaag op sommige plaatsen in de regio 15 graden. Nee, dit is nog niet het begin van het weerbericht. Maar het is wel al bijna lente en dat was te merken op straat. Wie uit de wind en in de zon zat, had het heerlijk. Wij gingen vanmiddag op zoek naar het lentegevoel in Schiedam. Zonnetje. We worden weer vrolijk, we hebben er weer zin in. Nou, mag het even ruiken al mooi weer. Het is gewoon heerlijk in de zon natuurlijk. Hup naar buiten, allemaal. Zonder jas en zonder sjaal. Gewoon het gevoel dat de zomer er gewoon weer aankomt zo op deze manier. Maar het is jammer dat het 1 dag is. Gelijk van genieten dan maar. Lekker van de zon genieten. Brood eten. Ik ga nu een drinken kopen. Bij mooi weer gaan ze lekker naar buiten toe, op het terras. Dat vindt ze fijn en vindt ze leuk. Het is een lange winter. Ja, het is een lange winter. En of de lente aanhoudt, hoort u straks van Ed Aldus. Wij gaan eerst verder met Rotta, de voorloper van het huidige Rotterdam. Een schoentje,
Een kam, een zonnewijzer, een oliekruik en een paar pijlpunten. Het zijn namelijk enkele topstukken die uit de grond kwamen tijdens archeologisch onderzoek in het centrum van Rotterdam. Bijna een jaar wordt naast de bouwput voor de overdekte markthal gezocht naar overblijfselen uit de nederzetting Rotta, de voorloper dus van Rotterdam. Nog 5 weken mogen de archeologen zich uitleven. Daarna moeten ze hun werk staken voor de bouw van de markthal. Naast de plek waar het bruist van de bouwactiviteiten werken de archeologen 5,5 meter onder de grond. Hier ontstond in de 9e eeuw de nederzetting Rotta. Op deze plek lag in de 11e eeuw een boerderij, gebouwd op een terp. Het gebouw is inmiddels in kaart gebracht, maar er komen nog steeds voorwerpen van toen uit de grond, tot 5 eeuwen erna. Ik heb hier bijvoorbeeld een tinnen bordje. Wat ook heel leuk is, een sleutel. Waarschijnlijk van een klein kistje. Dit zijn twee hele leuke vondsten. Het zijn twee kleine kruikjes. En die zijn gebruikt om olie, waarschijnlijk olijfolie, in te vervoeren. En die zijn afkomstig uit Spanje of Portugal. En het leuke hiervan is, normaal gesproken vind je kogels wel, maar dan verspreid over een opgraving, omdat ze natuurlijk zijn afgevuurd. En deze lagen allemaal bij elkaar. En verder, om even aan te geven hoe het dan uit de grond komt. Dit is een heel lang mes. En je ziet dat die nog helemaal onder de corrosie zit en de aankoeksels. En dit soort voorwerpen zullen dus nog verder schoongemaakt moeten worden door specialisten en geconserveerd moeten worden. Alle voorwerpen die gevonden zijn, worden in een depot opgeslagen. De boerderij waaruit de voorwerpen komen was zo'n 4 meter hoog en is inmiddels helemaal opgegraven. Hoe oud deze boerderij precies is, weten we nog niet. Dat kunnen we aan de hand van het weinige aardewerk nog niet zeggen. We nemen wel al het hout van dit huis nemen we mee, zodat we eventueel een dendrochronologische datering daarvan kunnen krijgen. De omstandigheden zijn bijzonder, omdat je staat natuurlijk midden in de stad in een hele diepe put. Bouwgeluiden om je heen, het is heel hectisch. En daarnaast is wat je hier vindt is heel erg bijzonder. Dat je, nou ja, we zitten nu op bijna min 5 meter onder de stad en dan kom je eigenlijk op een terp die aan een rivier heeft gelegen, waarbij je je moet voorstellen dat dat een heel rustig en liefelijk landschap is geweest, waar ja, nog niks van een stad te zien was. Nadat eerst de bovenste meters zijn afgegraven en de boerderij is gereconstrueerd, gaan zo'n 10 archeologen de komende 5 weken 2 meter dieper de grond in om de terp tot op de bodem uit te graven. En hoe dieper ze komen, hoe meer ze denken te vinden. Want nu komen ze op het niveau terecht waar het afval belandde. Bijvoorbeeld op de bodem van een sloot. Nog dagelijks wordt er wat gevonden. Een collega van mij heeft net dit kleine metalen voorwerpje met een metaldetector opgepiept. Maar het is een pijlpuntje, een ijzeren pijlpuntje. Dat herken je zo onmiddellijk? Ja, dit is een hele typische vorm. Hij is hier aan deze kant is die hol. Hij heeft dus een houten schacht van de pijl ingezeten. Aan deze kant is hij afgeplat en ja, hij is natuurlijk bot omdat hij heel lang onder de grond heeft gelegen. En als we deze schoon gaan laten maken, laten restaureren, dan wordt hij weer heel mooi. Het dorpje Rotta werd in de 12e eeuw verlaten door overstromingen en wateroverlast. De vondsten uit die tijd zullen allemaal worden bewaard. En hier, diep onder de grond, waar vroeger het gehuchtje lag, komt in de toekomst een parkeergarage. En tot besluit het weer. En we zijn vandaag verwend, want in het weekend is het verre van lenteachtig. Hier is Ed Aldus. We kunnen terugkijken op een schitterende lentedag. En ik hoop dat u er ook van genoten heeft. En ja, met dit weerbeeld natuurlijk krijgen we er allemaal weer zin aan. Zo ook dit ooievaarskoppel neergestreken ja, op een vertrouwde plekje. Langs de Boszoom in Rotterdam. En vorig jaar kregen ze kleintjes, dus wellicht gaat dat dit jaar ook weer gebeuren. Allemaal die eerste lenteprikkelingen. Nou, maakt u ook mooie foto's van het weer? Stuur ze lekker op naar weerfoto@rijnmond.nl. Nou, hoge temperaturen dus vandaag. Kijkt u maar eens mee. Jawel, 18 graden maar liefst in Oud-Beijerland. En op veel meer plaatsen een temperatuur van een graad of 17. Kortom, ja, super lenteachtig. Met zon, maar ook met sluierbewolking. Nou, vanavond en vannacht wordt de bewolking dikker vanuit het westen. Vannacht gaat er dan een beetje lichte regen of motregen vallen. Het koelt nauwelijks af. Een graad of 8, 9 is het bij een matige zuidenwind. Ja, en dan morgen overdag doen we een stap terug. De vrijdag begint
druilerig met een beetje lichte regen of motregen. Daarna is het dan een tijd lang droog met misschien zelfs een beetje zon. Maar 's avonds gaat het harde regenen vanuit het zuidwesten. En temperaturen, ze doen een stap terug. 11 tot 14 graden, maar dat is nog te zacht voor de tijd van het jaar. Normaal is het een graad of 10. Nou, na morgen is het helaas wisselvallig. De meeste regen in het weekend valt in de nacht en ochtend. De middaguren komen er nog het best af, naar het zich nu laat aanzien. Bij temperaturen van 11 of 12 graden en soms een stevige zuidwestenwind. Kortom, de lente die zet helaas niet door. Daar moeten we het mee doen. Dit was Rijnmond Nieuws van donderdag 18 maart. Straks kunt u bij TV Rijnmond kijken naar een herhaling van de bekroonde serie Halte. En daarna een nieuwe aflevering van het opvoedprogramma van 0 tot 23. Ditmaal gaat het over de peuterpuberteit. Blijf kijken dus. Wens nog een fijne dag en graag tot morgen.